De Randstadrail tussen Rotterdam en Den Haag gaat vaker rijden. Dat kan omdat er nu een extra tunnelbuis beschikbaar is. Voortaan vertrekt er om de 10 minuten een metro. Voorheen was dat om het kwartier. De proef met twee wijkscholen in Rotterdam lijkt succesvol als het gaat om het krijgen van werk of een opleiding. Volgend jaar komen er daarom nog twee scholen bij. Wijkscholen zijn bedoeld om jongeren die moeite hebben hun leven op de rails te krijgen nog een laatste kans te gunnen. In Rotterdam is gisteren het EK Dressuur afgesloten. Amazone Adelinde Cornelissen pakte tijdens de Kuur op muziek opnieuw het goud met haar paard Jerich Partsival. Het EK begon woensdag. Dagelijks stonden er verschillende onderdelen op het programma. Het is vandaag prima weer met zonnige periode afgewisseld door enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden langs de kust tot 23 graden landinwaarts blijft het vrij warm. De wind waait zwak en komt uit het oosten.